Goedenavond. Goedenavond allemaal. Welkom bij de alweer tweede show van Containerization Insight. Deze show die staat in het teken van Red Hat technologie met een aantal absolute experts. Die gaan we zo meteen aan jullie voorstellen. Mijn naam is Klaas-Pieter Major. Ik werk bij HCS Company en zoals al gezegd, ik heb het voorrecht om met deze kanjers te werken. We zitten hier met een aantal top consultants op het gebied van Red Hat technologie en we gaan die bespreken. Maar voordat we verder gaan, had ik beloofd dat als wij dit gingen doen, dat ik altijd een tune zou hebben voor de verschillende mensen. Dus ja, ook dit keer heb ik weer een aantal tunes uitgezocht om ervoor te zorgen dat jullie goed en warm onthaald worden. Ik zou eigenlijk toe willen gaan naar linksboven. Scherm linksboven. Wander Boesekol, welkom. En ik heb hier Hallo. Een tune voor jou. Komt ie aan. He is the prince of the land of fire. Colour true with the heart of steel. Now it is lost when you shall be his. Oh, ja. Ik vind het gewoon zin in. Hij wordt nu beter. Ja, hij is echt te gek. Wander, ja, dat was Glory Hammer. Ja, Glory Hammer. Dus. Nou, ik ben Wander Boesekol. Ik werk voor HCS Company als DevOps coach. Ik doe vooral heel veel OpenShift, Ansible, containerisatie, pipelines, ja. Linux. Als het bij Red Hat vandaan komt, gebruik ik het waarschijnlijk. En als er een stekker aan zit, kan ik ermee overweg. Oké, welkom. Ja, dan gaan we naar rechtsboven. Suzanne, ja, welkom. Ja, voor ik heb eigenlijk geen andere... Ik ben Carnaval. Het is echt langer geleden. Ja, het is niet heel mooi. Mooi toch? Het is niet echt Brabantse Carnaval. Moet je nog even verder zoeken. Nou ja, ik ben hier weer aanwezig als tijdbeheerder en moderator. Dus ga even goed kijken of we een beetje in de pas vallen. En degene die de vorige keer hebben gekeken, die kennen de tune al een beetje. Maar ik dacht, hij moet toch ietsjes hipper. Dus ik vond deze iets leuker. Correct. Goed hier. Voor degene die het niet weet, Suzanne houdt ons altijd in het gareel. Die structureert ja, chaos. Dus dat is nodig. Dus ik hou er tijd van niet bij. En de mooie inhoudelijke dingen laat ik lekker over aan onze mooie panel dit keer. Mooi, dankjewel. Nou, dan komen we toe aan de volgende. En dat is Jan Kappert. Jan, welkom bij de show. Ja, dank je. Nou ja, wat dacht jij? Wat voor daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, nou ja, ik dacht bij Jan dacht ik aan open source. Dus ik hoop dat je dit kent. Komt-ie aan. Join us now and share the software. You'll be free. Weet je wie dit is? Hackers, you'll be free. Dit is Richard Stallman. Dit is de grondlegger van open source. Je moet je naar de voice. Ik dacht, ja, Jan, jongen. Je bent zo'n open source liefhebber. Dit moet wat ja, voor jou zijn. Klopt helemaal. Ja, toch? Ja, zoek hem maar eens op, de beste man. Hij heeft eigenlijk alles met open source te maken. Kijk maar eens naar Wikipedia. Hij komt zelfs in de ellende. Die ken ik helemaal niet. Open source. Ja. Nou, het is Richard Stallman. Maar kijk er maar eens naar, jongens. Jan, wie ben je? Wat doe je? Kom maar door. Dat is goed. Dat klopt. Ja, ik werk ook bij HCS. HCS Company. Ben OpenShift consultant. Ja. Voornamelijk eigenlijk ja, bouwen van infrastructuren. Nou ja, en vervent aanhanger van open source. Ben ook lid van de Red Hat Accelerators. Nou ja, daar gaan we straks nog wat meer over horen. Daar gaan we wat meer over vertellen samen met Riemer. Dus dat komt zo nog wel. Top jongen. En je hebt een mooi Red Hat Accelerator t-shirt. Ja. Zie ik. Met eigen logo. Tof. Bijna te zien. Jongen. Komen we nog op terug. Dan gaan we nu naar Riemer. Welkom. Hey. Ja, hoi. Ik ben heel benieuwd. En ik heb iets bijzonders voor jou. Ja, het is even iets anders dan gebruik.
Ja. Maar nu gaan we het net iets anders doen. Oh. Ik heb voor jou een tune klaarstaan. En je deed het zo goed met die YouTube-filmpjes, dat ik dacht dat het wel goed was om deze eens even in te spreken. Ja. Dat moet jij kunnen, dacht ik. Oh god, ja. Dit gaat heel hard intro crashen, dat weet je natuurlijk al. Probeer maar gewoon. Even spontaan. Goed vast, ja, even spontaan. Oh, ja. Welkom bij deze Container Station Insights van HCS Company. In de achtergrond hoor je Toto en Stop Loving You, een nummer uit 1988 van het album The Seventh One. Nog in de originele samenstelling met zanger Joseph Williams. En, en Jeff Porcaro hier op de drums. Dus ik zou zeggen, laten we even luisteren. We zouden ook een radioprogramma kunnen maken. Ja, maar dat duurt een beetje te lang. Hij is 4 minuten 29, dus ja, dat is net iets te lang voor deze... Ja. Ik ben erachter gekomen, hè, maar dat is een passie. Toto. Ja, dat is helemaal waar. Dus heel goed gekozen. Riemer, wie ben jij? Ja, wie ben ik? Ik ben Riemer Balstra, DevOps engineer / consultant / hoe je het maar wil noemen. Maar in ieder geval, ik doe leuke dingen met OpenShift en andere Red Hat zaken bij HCS Company. Ik zit nu volgens mij in zelfs maar liefst 3 projecten tegelijk. En ik ben, zoals Jan al zei, ook sinds een maand nu eigenlijk Red Hat Accelerator. Dus daar informatie delen en opzuigen en al dat soort dingen. Heel leuk om daar aan mee te doen. Ja, nou, ik neem jullie graag mee naar Wander, onze eerste gast. Welkom Wander. Kun jij aangeven waar we nu naar gaan kijken? Het eerste filmpje dat we nu gaan kijken, daar laat ik zien uit welke Lego bouwblokjes een moderne Tekton pipeline op OpenShift bestaat. Dus wat voor soort bouwblokjes heb je, hoe kan je ze maken, waar gebruik je ze voor? Dus gewoon nog de bouwstenen waar we dan straks de pipeline mee gaan maken. Pipelines op OpenShift 4. Komt-ie aan. Zo, laten we eens gaan kijken naar Tekton pipelines op OpenShift. Of zoals ze binnen OpenShift heten, OpenShift Pipelines. Om te beginnen moet ik de OpenShift Pipelines Operator installeren. Die zorgt dat de Pipelines Controller op mijn cluster komt te staan en dat ik hem uit mijn verschillende namespaces kan gebruiken. Ik ben ingelogd op de webinterface van een CodeReady Containers instantie op mijn laptop. Ik ben in de webinterface naar Operator Hub gegaan. Ik heb daar gezocht op Pipeline. En nu zie ik hier staan de OpenShift Pipelines Operator. Hij staat al installed. Heb je hem nog niet geïnstalleerd, klik hem aan, klik op het installknopje, wacht een paar tellen en hij staat geïnstalleerd en je hebt hem. Nadat je dat gedaan hebt voor de eerste keer, wil je misschien de webinterface even herladen. En dan zie je dat je in de webinterface een nieuw tabje tot je beschikking krijgt, genaamd Pipelines. Onder Pipelines zien we Pipelines en Pipeline Runs staan, Tasks en Task Runs, Cluster Tasks en Pipeline Resources. En dat zijn de verschillende bouwblokjes waarmee we een soort pipeline aan elkaar kunnen maken. We beginnen met pipeline resources. Dat zijn dingen, we kunnen zijn iets als een Git repo, een Docker image, ja, een URL is dat meestal. En die kunnen we gebruiken als inputs en outputs voor onze taken. Hou er wel even rekening mee dat in de toekomstige versies van de OpenShift Pipelines Operator pipeline resources eruit gaan. En dingen als een git clone vanuit een taak gedaan moeten worden gedeeld via een shared volume, wat dan een workspace heet. Deze versie, die versie die je nu kunt installeren, gebruikt nog resources. Hou er rekening mee. Ik heb al een paar resources aangemaakt. Ik heb 3 images. Ik heb mijn build image, ik heb een dev image en een prod image. En die wijzen naar namespaces binnen OpenShift met daar een image stream en een tag erin. Daar heb ik ze opgebouwd. Ik heb ook een repository en dit wijst naar een Git repository waar source code in staat voor een applicatie die je vertelt of het vrijdag is of niet. Dan heb ik taken. En die taken, ik heb er hier 3 gemaakt voor mijn project. Ik heb er eentje die een image tagt van 1 namespace naar een andere namespace of van 1 tag naar een andere tag binnen dezelfde of een andere namespace. Een taak die een namespace aanmaakt, een project binnen OpenShift termen. En een taak die een customize manifest probeert te applyen aan de hand van parameters die meegegeven zijn. Deze doet een paar dingetjes als onder andere on the fly stukjes customize schrijven, dat er goede namespace namen in komen te staan en alles. Nu hebben we naast taken ook clustertaken.
En dat zijn taken die heeft iemand anders al voor je gemaakt, hoef je niet meer zelf te doen. En die kun je gewoon vanuit elke namespace gebruiken. Hebben we dingen in als een standaard builda die aan de hand van een Dockerfile een nieuw image voor je kan maken. Knative, Maven, een image wat gewoon OC, de OpenShift client erin heeft zitten om dingen te doen. En een heleboel verschillende source-to-image images via het S2I-mechanisme mooie Docker-containers voor je kunnen bouwen. Nu ga ik even naar de command line toe. Op de command line heb ik het commando tkn geïnstalleerd. En dat is de Tekton client. Ik heb hem ook geïnstalleerd als plugin voor OC, dus ik mag ook OC-tkn typen om hetzelfde te doen. Het leuke hieraan is dat ik een heleboel hele krachtige commando's krijg met dingen die op het moment in de webinterface nog missen. Zo kan ik bijvoorbeeld een overzicht van mijn taken vragen. Maar ik kan bij zo'n taak kan ik ook zeggen omschrijf hem eens. Ik kan bijvoorbeeld zeggen omschrijf de taak tag. En dan krijg ik, nou, dit is een taak. Hij heet tag. Hij staat in de namespace, is het Friday CI/CD. Hij heeft een input resource, die heet from, en dat is een type image. Hij heeft een output resource, die heet to, en die is ook van een type image. Maar in de taak zelf staat niet welk image het is. Alleen maar ik wil een image als input en ik wil een image als output. Hij krijgt geen parameters deze. Als ik deze straks zou willen draaien, dan moet ik hem op het moment dat ik de taak ga runnen, als ik een task run maak, moet ik zeggen welk image hij aan from moet hangen en welk image hij aan to moet hangen. Zo kan ik bijvoorbeeld ook naar mijn Create Project taak kijken. Die is net iets anders. Daar zien we, die heeft geen input resources, geen output resources, maar die krijgt wel parameters mee. Eentje daarvan is namespace, nou, de enige eigenlijk. Die is van het type string, dus gewoon een stukje tekst. En die heeft geen standaardwaarde, dus als ik deze taak probeer te draaien zonder hem mee te geven, krijg ik een mooie foutmelding. Nou, wil ik deze draaien, dan kan ik zeggen OC-tkn task start, naam van de taak. Dan ga ik met p de parameters meegeven. Dan ga ik bijvoorbeeld zeggen namespace is voorbeeld. Ga ik dit uitvoeren, maakt het OC-tkn commando een task run object voor me, waarin hij deze parameters zet met een referentie naar mijn create project taak. En wacht tot de logs beschikbaar zijn. Nou, hij is ondertussen klaar. Eerste logregeltje is iets standaards wat je ziet vanwege de logger die Tekton voor dingen gebruikt. En sommige dingen zie je wat meer voorbij komen. En dan de output van mijn taak zelf. Nou, we gaan zorgen dat het project voorbeeld bestaat. Bestaat of niet, we gaan het aanmaken. Succes. Dan doe ik nu OC get project voorbeeld. Dan zien we hem. We zagen ook task run started create project run min. Wat random letters. Dan doen we OC tkn. Taskrun of TR in het kort, LS, zien we die taskrun ook voorbij komen. En ik zou ook gewoon nog een keer de logs van die taskrun kunnen opvragen als ik dat wil. En dan zien we dezelfde logs nog een keer voorbij komen. Ook in de webinterface kan ik naar taskruns gaan. En dan zie ik hem daar gewoon voorbij komen, kan ik hem aanklikken. Alleen hier mist het stukje makkelijk logs bekijken nog. Straks gaan we kijken hoe we nou meerdere van deze taken in één pipeline aan elkaar kunnen hangen. Tot zo! Nou jongens. Nou, hele simpele vraag eigenlijk. Er staat nu rechtsbovenin staat zo'n blokje dev preview. Maar ja, is het verder wel gewoon stabiel genoeg om daar gewoon al pipelines te bouwen in je cluster? Ja, ik vind het zelf stabiel genoeg. Ik heb het nog nooit echt uit zichzelf zien omvallen. Je moet er wel rekening mee houden dat de dev preview gebruikt versie V1 alpha 1 van Upstream Tekton. Ja. V1 beta 1 is nu de huidige Upstream versie. Dat is ook een versie die je straks in een volgende versie van OpenShift zult krijgen als operator. Ja. En als het straks uiteindelijk V1 wordt, wordt het GA. Tussen V1 beta 1 en GA verwacht ik geen verschillen meer. Maar van V1 alpha 1 naar V1 beta 1 heb je dus die verschillen zoals dat pipeline resources verdwijnen. Precies. En dat je dat allemaal via workspaces en tasks zelf moet gaan regelen. Oké, duidelijk. Voor iedereen die nu live aan het kijken is, wij zijn ook actief in de chat. Dus mocht je nou vragen hebben, dan pakken we die meteen live op YouTube. Dus stel ze daar ook gerust. Ja. Daar had ik nog wel iets over te vragen. Sorry Jan, dat ik je onderbreek. maar wilden jullie dus source codes vrijgeven in de chat?
Ja, top. Check. Check. Dankjewel. Ja, een vraag wat ik wel eens, wat we wel vaker krijgen. Die Tekton pipelines en proxies. Is dat inmiddels al opgelost of is dat nog steeds een open vraag? Dat als je een enterprise organisatie met proxies hebt, dat Tekton pipelines op dit moment nog niet werken? De pipelines zelf werken wel. Hè? En ik heb ook bij klanten al pipelines gemaakt hiermee die wel achter een enterprise proxy zitten. Het is alleen wel zo dat de standaard S2I taken die als cluster task meekrijgt, die gebruiken Builda-commando's die niet naar centrale proxies kijken. En ook als je daar wel een proxy voor configureert, weet Builda niet goed door de proxy heen images te poelen. Dus dan moet je een workaround doen door zelf een OpenShift build config te maken die wel netjes met proxies omgaat om op die manier je builds te doen in plaats van de ingebouwde cluster tasks die S2I doen. Oké. Okay. Het is vervelend. Jenkins maar... pipelines. Wat is het verschil tussen Jenkins en Tekton pipelines? Jenkins werkt met grote Jenkins files. Er zijn meer soort van scripts die mensen draaien. En als je pipelines met elkaar wil delen met andere inputs, dan is het vaak copypasta. En team A update wat en het komt nooit bij team B uit. En dan kunnen ze wel gecentraliseerde libraries gaan gebruiken die ze moeten includen, die weer door mensen voor functies gebruikt worden. Maar het blijft allemaal toch uit elkaar lopen. En omdat je alles als cluster tasks kunt neerzetten, is het veel makkelijker om te delen met elkaar en gecentraal te updaten. Maar ook één pipeline die je maakt, zoals we straks zullen zien, kan ik gewoon door andere inputs eraan te hangen, kan ik een volledig andere applicatie naar een volledig andere namespace deployen. Omdat het proces van het bouwen en het uitrollen met aan de hand van de manifest hetzelfde is. Dus ik hoef eigenlijk maar een paar pipelines te maken voor verschillende soorten applicaties, zonder voor elke applicatie een eigen te gaan schrijven. En stel dat een organisatie heeft dus al Jenkins en willen toch de beweging maken naar Tekton. Is dat nou heel veel werk om eigenlijk een Jenkins pipeline over te bouwen naar een Tekton pipeline? Als je bestaande Jenkins pipeline gewoon redelijk straightforward was, doe dit, doe dit, doe dit, doe dat. Dan maak je voor de verschillende stapjes staken en je plakt ze aan elkaar. Heb je hele uitgebreide Jenkins logica erin zitten en alles, dan is het wat meer werk. Het blijft een migratie en er zijn geen mooie tools die het gewoon voor je oppakken. Omdat Jenkins helemaal freeform met Groovy is dat ook haast niet te doen. Ja. Yep. Thanks. Ja, het betekent wel meer werk voor ons, jongens. Laten we gaan naar deel 2. Ja. Ja. Ja, wat we nu gaan zien is hoe we van die verschillende bouwblokjes, hoe we die achter elkaar plakken in een pipeline en dan met een pipeline run daar inputs aan gaan geven, parameters meegeven, om een hele pipeline te draaien. Nou, daar zijn we weer in de webinterface. Zoals beloofd, we nu kijken hoe we van een paar van die blokjes een pipeline zouden kunnen maken. Ik heb al een bestaande pipeline. Die heet Build and Deploy. Die heb ik in de webinterface gevonden onder Pipelines, Build and Deploy. En bij Overview zien we een soort van visualisatie van de verschillende stappen die erin zitten. Ze hebben een paar stappen die hij gelijktijdig kan doen. Het aanmaken van het dev-project, aanmaken van het productieproject. Bouwen van het image, dat doet hij in het CI/CD-project standaard in deze pipeline. We zien dat hij vervolgens een paar dingetjes niet helemaal goed heeft. Tag, prod, rollout, prod, tag, dev, rollout, dev. De visualisatie hier heeft de volgorde niet altijd even goed door nog. Want wat de pipeline zelf echt doet is eerst naar dev uitrollen en daarna pas naar prod. In een echte pipeline zou daar natuurlijk nog stapjes tussen zitten als een end-to-end test om te kijken of je applicatie wel werkt. Maar die slaan wij hier voor het gemak even over. Als we omlaag scrollen, dan zien we wel welke taken allemaal gebruikt worden binnen deze pipeline. We hebben twee keer create project, één keer noemen we het dev project, prod project, image bouwen, taggen, uitrollen. En dat zijn de taken die we net ook gezien hebben binnen mijn tasks. Alleen die S2I Python 3, dat is een cluster task. Zou ik deze pipeline willen starten? Dan zou ik hieronder actions op start kunnen drukken. En dan mag ik voor alle parameters die nodig zijn waardes invullen. Ik mag resources kiezen, dus ik zou kunnen zeggen dev namespace is iets, prod namespace is iets. En de naam van mijn resources wordt wat anders. Overlay dirs voor customize. En dan als ik bij de resources aankomen, dan mag ik bij elk ding kiezen uit de lijst van resources die we al gedefinieerd hebben. Nu is dit hartstikke fijn voor een ontwikkelaar die voor het eerst een pipeline start. Maar als je dit meerdere malen per dag doet, meerdere malen per uur soms zelfs, in sommige gevallen per minuut,
dan wil je niet elke keer door zo'n webinterface heen klikken. Nu kan je een andere run nog een keer laten draaien. Maar wat veel makkelijker is, is dit op de command line gaan doen. Ik zou op de command line met het TKN pipeline commando dingen kunnen gaan doen. Ik kan bijvoorbeeld TKN pipeline start commando geven en al mijn parameters en resources op de command line definiëren. Dat kan ik scripten. Wat ik ook kan doen, is aan de hand van een YAML bestandje. Ik heb er hier onder pipeline heb ik er al eentje staan. Kan ik een pipeline run aanmaken, waar ik gewoon alles al in gedefinieerd heb. Als ik dat pipeline run bestandje hier open in een teksteditor. Ik ga even naar boven. Zien we, het is een type pipeline run. En in plaats van een naam heb ik hem een generate name gegeven. Dat betekent als ik deze aanmaak met OC create of kubectl create, dan gaat hij automatisch op het einde van de naam een paar willekeurige karakters zetten, wat ik elke keer een unieke krijg. Dan komen we bij de spec. We hebben een pipeline referentie, die wijst naar de build en deploy pipeline. Dan ga ik naar resources wijzen. Ik zeg naampje git repo is een resource referentie en we wijzen naar mijn resource die ik gemaakt had met de naam is it Friday repo. Mijn resource build image is it Friday build image. Zelfde parameters kan ik namen opgeven. Ik zeg mijn parameter naam dev namespace is it Friday dev. Prod namespace is it Friday prod. Als ik deze nu ga aanmaken, ik doe een OC create min f pipeline run.yaml. Dan zien we dat die pipeline run nu aangemaakt is. Dus ik zou met tkn prls zou ik die pipeline run kunnen zien. Ik kan ook zeggen tkn pipeline logs. En ik wil de logs zien van build en deploy. Ik wil die van de laatste run zien, kleine l. En ik wil ze zien terwijl hij nog bezig is, min f. Dan zien we dat hij het Is It Friday dev project voor me aangemaakt heeft. Hij gaat nu het Is It Friday prod project aanmaken. Ondertussen loopt de build ook al. Als we naar de webinterface gaan weer. En ik ga hier naar pipeline runs. Dan krijgen we een visualisatie die wat mooier is. Dan zien we hier een paar groene, donkerblauwe en lichtblauwe blokjes staan. Hoeveel stappen zijn klaar? Hoeveel zijn aan het lopen? Hoeveel moeten we nog doen? Klik ik er nou op, dan zien we hier gewoon netjes de stapjes die aan het lopen zijn, dat ze aan het lopen zijn. Volgorde klopt nog steeds niet, dezelfde visualisatie als van de pipeline zelf. Maar ik kan ook onder logs, kan ik de logs zien, maar dan kan ik ook heel makkelijk naar verschillende stapjes terugkikken om daar de logs te volgen. We zien project aanmaken, nog een project aanmaken, image bouwen. Nou, image bouwen loopt nog lekker. Die is nu een image aan het ophalen, gaat S2I source code erbij zetten. Dat komt uit een git clone die automatisch voor me doet aan de hand van het git repo wat ik hem heb opgegeven. En die gaat lekker bouwen. Gaan we terug naar de command line. Dan zien we dat daar de logs ook nog steeds gevolgd worden. Ik ga nu even achterover zitten. We gaan even een stukje versneld doen. Ik zet mijn computer gewoon even in turbo. En dan komen we straks verder. Zo, daar zijn we weer. Altijd even leuk zo'n fast forward door een stukje code heen. We zien dat alle taken zijn succesvol uitgevoerd. Dus mijn applicatie is nu gebouwd, uitgerold naar mijn dev-project. Dan hebben we dat onnodige testen waar je dan altijd over zeurt. Gewoon lekker overgeslagen, gewoon hup in één keer doorgegooid naar productie daarna. Onder logs hier van mijn pipeline run kan ik nu netjes al mijn stapjes zien in de volgorde waarin ze gedraaid zijn, tenminste in de volgorde waarin ze klaar waren. En het zien dat dev netjes gedaan is voordat prod gedaan werd. Als je had opgelet bij de fast forward, dan zag je ook dat dev even groen werd voordat hij doorging naar prod. Ik zou nu een applicatie moeten hebben. Dus laten we gewoon kijken. Ik ga naar networking. Dan pak ik mijn Is It Friday. Laten we gelijk naar productie gaan, joh. Pak ik mijn routes onder networking. Dan zie ik mijn Is It Friday route. En daar zijn we dan. Vrijdag. Zoals je merkt, ik heb deze iets eerder opgenomen. Live demo's zijn leuk. Maar we houden ook van dat dingen werken. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben. Laten we doorgaan naar de discussie. Ja.
Ja, super. Komt zo wel een weekendstemming, Wander? Ja. Bij sommige klanten draaien we deze applicatie ook in productie, puur als testapplicatie, om te kijken of buildpipelines werken of routes werken. En het schijnt nogal een populaire applicatie bij sommige medewerkers te zijn, te zien of ze al weekend hebben. Misschien moet je er volgende keer een countdown erbij in zetten. Er staat bij hoeveel nachtjes je nog moet slapen als het geen vrijdag is. Ja, precies. Okay, top. Ja. Hoe kunnen we dit zelf doen, thuis? Als je nu in de chat kijkt, dan hebben we links staan naar de source code, zowel van die Is It Friday applicatie die ik op GitLab heb staan. Top. Maar ook een repository waar ik de hele pipeline in heb staan, met een duidelijke readme over hoe je dit nou op je eigen cluster kunt applyen om te gebruiken. Ja, uitstekend. Dit uitrollen is makkelijk. Als je het eenmaal gaat aanpassen voor je eigen applicaties met meerdere stappen, microservices, wordt het toch al snel iets moeilijker dan het lijkt in zo'n demo. Hè? Ja. Zo'n demo hebben we van tevoren goed gepland, uitgeprobeerd, opgenomen. Mensen moeten niet bang zijn om hulp te vragen bij iemand als HCS. Ja, ze mogen altijd wel bellen. Ja. Top. Oké, jongens, zijn er nog andere vragen? Of was dit het? Ja, nou ja, wat je zei, het is al wel lastiger om andere stappen tussen te zetten. Maar goed, je krijgt dus ook stappen als een SonarQube en dat soort zaken. Dat is gewoon een extra task wat je ertussen zet, wat je eigenlijk ook bij Jenkins doet. Om vervolgens code quality checks te doen of base image scanning of whatever. Nee, precies. En die geef je dan als input bijvoorbeeld je Git repository wat die moet gaan scannen. Of een checkout van je workspace als je eenmaal naar V1 beta 1 bent. Maar het fijne is wel, in Jenkins is het heel moeilijk om kleine losse stukjes te testen. Als jij gewoon zo'n taak maakt die als input je source code heeft, dan kan je gewoon, terwijl je taak aan het updaten bent, de code van je taak aan het veranderen, kan je elke keer gewoon een task run aanmaken die alleen dat ene stukje test om te kijken wat die nu doet. Ja. Dus efficiënter en sneller. Ja, en in je pipeline zelf, dan wordt normaal de volgorde automatisch gedaan door te kijken van, deze taak genereert deze output, die wordt hier als input gebruikt, dus dan wordt het tweede pas gestart als het eerste klaar is. Je mag ook expliciet zeggen dat een taak na een andere taak moet draaien pas. Maar zo zou je bijvoorbeeld zo'n SonarQube scanning, dat duurt bij een leukere codebase duurt dat eventjes, die zou je gewoon kunnen zeggen van, die mag gewoon aan het begin tegelijk al draaien, zodat je die keer checkout hebt. We beginnen ondertussen gewoon met het aanmaken van namespaces, het draaien van builds. En als die SonarQube faalt, dan wordt de pipeline daarna alsnog afgebroken zonder dat je uitgerold hebt. Ja, oké. Je moet alleen zorgen dat de echte uitrol pas plaatsvindt als SonarQube klaar is, maar de rest kan ondertussen gewoon allemaal parallel lopen. Waarbij je bij Jenkins, als je parallel gaat draaien, zeg je echt, deze drie taken mogen parallel. Tecton kan een veel ingewikkeldere boomstructuur voor je maken. Door gewoon te zeggen, dit moet klaar zijn voordat dit mag beginnen. En op die manier kan je een heleboel tijd besparen op de echte uitvoer, als je genoeg compute resources op je cluster hebt. Ja, wat handig. Cool. Cool. Ja. Dankjewel, Wander. Dit is een hele mooie toelichting van Tecton Pipelines in OpenShift. Mocht je dit nou thuis willen proberen, of mocht je zeggen, ik kan dit ook, meld je dan bij ons in de chat, want we komen graag met je in contact. Volgende. Riemer, wat heb jij voor ons in petto, jongen? Ja. Wat ik je ga laten zien is hoe je de OpenShift webinterface een beetje naar je eigen hand kunt zetten. Het is natuurlijk een beheerinterface, maar het is ook een beetje een samenwerkingsinterface. Dus je zit er misschien met meerdere collega's in en dan wil je misschien kunnen aangeven, op welke omgeving zit ik? Misschien hier heb je links naar de documentatie. Of heb je een extern logsysteem? Dan heb je hier een link naar het externe logsysteem, wat je kan aanroepen met deze parameters. Dat soort dingen. Of je kan zelfs gewoon hele voorbeelden van configuraties klaarzetten voor je collega's. Zodat ze, als ze bijvoorbeeld een operator willen draaien, dat je daar kan zien van, nou, hoe gebruik ik dit? En hoe moet ik die configuraties precies instellen? Dat soort dingen. Dat het meteen duidelijk is wat je kan doen. Goed, we gaan dus de webconsole van een OpenShift cluster even naar ons hand zetten. Daarvoor heb ik dus dit cluster geïnstalleerd. En ik ben er ook op de command line op ingelogd. Ik heb alvast wat bestanden klaargezet.
Waaronder een logo wat we er zo in gaan zetten. Dat heeft mijn collega Wander al aangeleverd. Laten we eens even kijken. We kunnen dus onder andere een eigen logo in de OpenShift webconsole plaatsen. Laten we eens even kijken hoe dat eruit ziet. Daarvoor wordt er dus een custom logo vel aangeroepen en die moet je dus zelf nog wel even creëren. Daarvoor maken we een config map. Ik heb hem zo te zien OCP logo genoemd. Van de file HCS OCP logo SVG. En wat nog belangrijk is, dat moet in de namespace OpenShift config. Dat is nee, OCP apply minf HCS logo. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, het magische woord weer, een operator. De webconsole wordt eigenlijk ingericht door de console operator. Die ziet nu dat er een wijziging aan de configuratie heeft plaatsgevonden en die spint dus een nieuwe pot op met een nieuwe versie van de webconsole. En als we een beetje snel zijn, dan is het al gebeurd. En kijk, daar hebben we het HCS logo al. Maar goed, het logo is natuurlijk niet het enige wat je kunt customizen. Ik heb nog wat meer dingen klaargezet. Waaronder, oh ja, de banner. Heb je bijvoorbeeld meerdere clusters, dan lijken die natuurlijk best wel op elkaar qua OpenShift webinterface. Dan kun je in dit geval even een banner met een mooie rode achtergrond plaatsen. En even kijken, het gaat eigenlijk redelijk snel. En hier zie je opeens de tekst. Dit is een demonstratieomgeving. Nou, als je dan hier nog leuk in het menu aan het klikken bent, of je bent een app stuk aan het maken, dan weet je dat je dat op de demo-omgeving aan het doen bent en niet ergens op productie. Ook handig om te doen, zeker als je met meerdere collega's in dezelfde interface samenwerkt, is het invoegen van allerlei custom links. Ik kan hier bijvoorbeeld met een hele simpele klik een link toevoegen naar de HCS Company website. En zoals je ziet, die wordt nu, dat heb ik zo ook aangegeven, die wordt nu in alle namespaces aangemaakt. Stel nou, je wil een link maar in een klein aantal namespaces aanmaken, dan kan je dat natuurlijk ook doen. Dan kun je daar gewoon onder de namespaces aangeven in welke namespaces die moet komen. En de andere wordt dan met rust gelaten. En als we nu kijken bij de verschillende namespaces, dan zien we dat we hier inderdaad een linkje hebben naar de HCS Company website. En als we doorgaan naar de volgende namespace, dan staat hij inderdaad bij alle namespaces vermeld. Wat je ook kunt customizen is de link naar de command line tools. Je hebt natuurlijk hier de vaste set staan, maar je kan als je bijvoorbeeld zelf op een bepaalde locatie een bepaalde binary hebt staan, daar natuurlijk een link aan toevoegen. Oh, daar staat hij al. Kijk, zo snel kan het gaan. Dit is verder gewoon een link naar de HCS Company website, maar je kan hier natuurlijk elke link die je maar kunt verzinnen plaatsen. En het laatste wat ik je nog wil laten zien is het toevoegen van je eigen customized examples. De voorbeelden die je bijvoorbeeld bij een operator of elke andere Kubernetes resource neer kunt zetten. In dit geval heb ik hier een Couch2B operator waarmee je een Couch2B cluster kunt installeren. Maar ja, daar staat nu alleen het standaard voorbeeld. En als ik met een collega samen aan een operator wil werken, dan is het misschien handig dat er ook andere voorbeelden terechtkomen. Vrees niet, daar is natuurlijk een oplossing voor. Ik heb hier een aangepast Couch2B clusterconfiguratie. En die kan ik nu gewoon in mijn OpenShift hangen. En oh kijk, daar staat hij al. En ik kan nu, als ik druk op try it, staat de versie die ik had opgegeven daarnet in mijn YAML-file, staat nu hier op het scherm. En die kan een collega van mij dan gebruiken om deze operator in te richten.
Ja, super. Prima. Dat was echt een mooie demo. Nou, wie brandt er los? Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn. Ja, Wander. Die banners. Ja. Ik weet dat je ze boven en onderaan het scherm kunt zetten. Ja. En dat je er ook meerdere boven op elkaar kunt stapelen als je mensen echt een mooie regenboog wilt geven. Ja. Maar, het is handig voor het aangeven van dit is een productiecluster, dit is een testcluster. Ja. Gebruik jij ze ook om te bijvoorbeeld zeggen van ik ga dit cluster nu updaten, dus je kan nu wat minder capaciteit hebben. Precies, ja, dat is voor meestal buiten tijdens service windows of zo kun je daar gewoon aangeven van we zitten nu in het service window van 1 tot 2 uur of zo. Dus dit cluster kan straks kunnen straks wat nodig gereboot worden, dat soort dingen. Dan kun je dat daar echt mooi aangeven inderdaad. En Riemer, moet je als je afbeeldingen gaat toevoegen zoals het logo, moet je dan ook nog rekening houden met bepaalde afmetingen of groottes? Ja, er moet de maximale grootte weet ik even niet uit mijn hoofd. Dat zal ik zo even in de chat zetten. Maar ja. Je moet daar niet een mega groot logo in gaan proberen te proppen die dan of helemaal gecomprimeerd dan linksboven neer wordt gezet of dat het eeuwen duurt om de interface te laden. Dat is gewoon niet handig. Nee. En om op diezelfde vraag te blijven, gebruik je het liefst bitmaps of gebruik je het liefst vector graphics? Maakt het nog uit? Vector graphics zijn natuurlijk voor het schalen op verschillende monitoren en verschillende display sizes view frames gewoon het handigste. Op zich, als je een grote bitmap hebt die met een beetje anti-aliasing er gewoon goed uit blijft zien, dan kun je die ook gebruiken. Dat is persoonlijke voorkeur. Hey, als ik dit nou thuis wil proberen... Als je dit nou wil proberen. Nou, wat ik dan ook zo in de chat zal zetten is even een linkje naar een repository waar ik al die YAML-files heb neergezet. En ook het SVG'tje staat er ook bij. Dus dan kun je daar gewoon je eigen HCS-containerplatform mee gaan bouwen. Mooi. Knutselen is toch altijd het allermooiste, Jan? Ja, dat klopt, ja. Ik wou zeggen, we moeten KP gewoon die uitdaging geven. Ga zelf die handleiding eens door. Ja, ja, ja. Ja. Eigenlijk. Ja. Het is allemaal veel te moeilijk, man. Ja, dat wil ik ook wel. Maar dan moet je weer zo'n logo downloaden en SVG ergens vandaan halen. Maar het komt goed. Ons logo kan ook. Nee. Boven je. Bij die dame boven je. Ja. Wat als we volgende keer in plaats van zo'n insight gewoon een uur gaan kijken naar hoe KP dingen probeert. Ja, dat lijkt me heel goed. Ik KP een live. We gaan verder, jongens. We gaan naar Riemer. Ja. Zal ik hem gewoon instarten? Start maar gewoon in. Ja, het legt zichzelf wel uit, denk ik. Oké, komt-ie aan. En nu ik toch dit OpenShift 4 cluster heb draaien, kan ik ook even laten zien wat er nog meer nieuw is in de webconsole. Onder andere Explore API Resources, waar je alle API calls die je binnen OpenShift kunt gebruiken terug kunt vinden. Inclusief een gedetailleerde beschrijving van wat het doet, waar het voor is, wat je er tegen kunt doen, het schema van de API, de instances die er eventueel voor draaien als die in instances verdeeld is, en ook access review, waar je kunt zien welke groepen of users tegen de API aan mogen praten en wat ze dan mogen doen. In de Operator Hub is nu heel mooi toegevoegd dat je de capability levels van de operator kunt zien. Vroeger moest je hiervoor speciaal naar operatorhub.io om alles te kunnen zien. En nu zie je het ook eindelijk binnen OpenShift. Maar de meeste wijzigingen zitten in de developer view. Nou, het adden van bijvoorbeeld een container image of vanuit de catalog of vanuit Git is redelijk hetzelfde gebleven. En ook de topologie view is redelijk hetzelfde. Maar er is een heel nieuw kopje bijgekomen, monitoring, waar je eigenlijk nu ook als developer op een centrale plek de monitoring events van je project kunt zien. Inclusief ook de metrics en de events. Het beeldkopje is steeds hetzelfde. Er is nu een apart menuonderdeel bijgekomen voor Helm, vanwege natuurlijk de toegevoegde ondersteuning ook voor Helm 3. Je kunt nu als developer ook de projectdetails vanuit deze view zien en zelfs project access eventueel toevoegen of intrekken.
En als laatste wil ik nog even kijken naar het kopje monitoring. Nou, daar hebben we natuurlijk wat we al gewend zijn. De Alert Manager nog steeds beschikbaar. De Metrics. Maar vroeger hadden we hier een link naar Grafana. En nu heb je inderdaad een deel van de dashboards, de belangrijkste dashboards, ingebouwd in de OpenShift console zelf. Overigens staat hier nog steeds een linkje naar Grafana als je daarbij wil. En daar kun je natuurlijk ook nog steeds de dashboards bekijken en bewerken. En dat was het. Tot zover hoe je de OpenShift webconsole een beetje naar je eigen hand kunt zetten. En wat er nog meer nieuw is in de OpenShift 4 webconsole. Gaaf hoor. Echt heel goed gedaan, Riemer. Ja, even voor duidelijkheid nog. Dat eerste monitoringkopje wat je zag was dus in de developer view. En het tweede monitoringkopje wat je zag was in de administrator view. Dus daar zijn ze allebei zeg maar als helemaal nieuw en embedded toegevoegd in de interface. Wat voor vragen zijn er, jongens? Ja, zal ik beginnen? Ja. Ik weet dat Prometheus als project nog steeds zegt, wij gaan niks aan Airbag doen, het is alles of niks qua toegang. Hè? En nu heeft OpenShift heeft dus toch role-based access control op metrics voor dingen van binnen projecten. Hè? Kun je uitleggen hoe dat gedaan wordt op een hoog niveau? Op een hoog niveau, ja, het is een soort, het is, omdat het niet native in Prometheus zit, is het een soort, je zou het bijna een soort Airbag wrapper kunnen noemen inderdaad. Het is in ieder geval, omdat inderdaad je wil op zowel in je TSDB, zeg maar, het backend en al dat soort dingen, wil je eigenlijk nog veel verder gaan met Airbag. En ook in de dashboarding in Grafana wil je eigenlijk ook totale Airbag en multi-tenant ondersteuning inbouwen. Dus daar is eigenlijk, dat zijn de eerste stappen om dat helemaal te gaan doen nu. En ik, volgens mij willen ze daar nog veel verder mee gaan. Maar of dat ook weer upstream natuurlijk geaccepteerd gaat worden, dat is nog even de vraag. Ja, het ziet er in ieder geval mooi uit nu. Ja. Ja, en snel overzicht hè, van alles, van je status, van je pots. Want ook de metrics, je ziet nu ook, als je een pot bekijkt, zie je ook meteen de metrics. In de zin van, oké, wat ze daadwerkelijk op dit moment gebruiken. Dus dat zijn ook gewoon gave details. Dus je kunt eigenlijk heel snel zien, zonder eigenlijk tig muisklikken te moeten doen, om te zien van hoe de staat van iets is. Ja, want dat miste natuurlijk heel erg in de OpenShift 4 interface voor ontwikkelaars. In OpenShift 3 had je Cassandra met Hocular op de achtergrond, wat daar als tweede gebruikt werd naast Prometheus om genamespace de toegang te hebben. Maar op OpenShift 4 kan ik moeilijk tegen ontwikkelaars zeggen van je bent veel te veel resources aan het gebruiken, omdat hij het zelf eigenlijk niet kon zien. Nu kunnen ze het wel zien, dus hebben ze geen enkel excuus meer om te schuilen voor me. Ja. Komt die nerve van jou toch nog een keer van pas? Ja, het is mooi geweest, jongens. Dus we gaan kijken naar de accelerators. At Red Hat, we think there's a better way to collaborate, gain knowledge, and share experiences with your peers and with Red Hat. The Red Hat Accelerators program harnesses the power of community to bring together our most passionate technology enthusiasts to connect and share each other's knowledge, hands-on experiences, and get trusted answers from an exclusive group of experts. The Red Hat Accelerators program offers collaboration with like-minded technologists who are focused on Red Hat products and related technologies, where you can engage directly with Red Hat subject matter experts, make meaningful connections for personal career growth, gain new insights with exclusive early access to Red Hat products, and help influence future product and technology innovations. Jemig man, wat ziet dit er gelikt uit? Oh, ik moet jullie even weghalen. Het lijkt wel een reclameshow. Word nu lid. Nee, niet. Maar even zonder dolle, hoe is het om accelerator te zijn? Ja, vorig jaar in Boston werd ik gevraagd. Via een goede kennis van mij. En toen uitgenodigd om een interview te doen en deel te nemen aan het programma. En
eigenlijk in de Benelux of in Europa zijn er heel weinig mensen, echte experts zeg maar, die ook willen meewerken aan, aan community te bouwen rondom Red Hat open source. Ja, maar wat houdt het nou precies in, accelerators? Hè? Ik kan me voorstellen dat je er van alles voor terugkrijgt, onder andere een mooi t-shirt. Ja. Daar gaan we het is niet alleen een t-shirt. Meer dan dat toch? Ja, wat een gelukkig feest. Maar. We hebben, elke week hebben we wel een meeting. Ja, momenteel zijn het een beetje virtual coffees en virtual beers en dat soort dingen, omdat er weinig announcements zijn. We hebben net een summit gehad. Ja. Maar als wij kijken van welke informatie wij eigenlijk al krijgen voordat het überhaupt announced wordt aan de wereld, dan hebben wij de informatie al. Wij mogen dan vroegtijdig meediscussiëren over de documentatie, over de implementaties, over nou ja, hoe vlieg je bepaalde zaken af. Maar we kunnen ook issues melden. We hebben een hele korte lijn met engineers aan de achterkant. Ja. Product owners en al dat. Ja, daar hebben we hele korte lijnen mee. En dat helpt ons, zeg maar, dat wij vroegtijdige informatie hebben en kunnen helpen om het te verspreiden. Maar andersom werkt het ook. Dus de informatie die wij weer krijgen, kunnen wij weer terugbrengen naar de core van Red Hat. Mooi. Ja. Ja. Karel, wat ik altijd hoor van jou ook, dat je ook met internationaal heel veel schakelt. Dus dat je ook precies hoort wat daar speelt. Dus dat je netwerk zo groot wordt op die manier. Ja, dat klopt. Ja, ik heb onder andere nu heel veel contact met een aantal IBM'ers die heel erg druk zijn met OpenShift. En je ziet gewoon dat ze daar aardig aan het stuntelen zijn, zeg maar. En nog zelfs OpenShift 3.11 aan het onderhouden zijn. ja, sorry Wander, ik kan het er niet anders van maken. Maar ja, weet je, dat zijn hele leuke connecties wat je opdoet. En je leert er ook gewoon heel veel van. Ja, connect en community, help elkaar. Want hoe ziet zo'n meeting eruit? Is dat echt, het gaat goed. Hoe ziet zo'n meeting eruit? Zeg maar, zitten daar vooral veel mensen buiten Nederland dan in? Of Europees, Amerikaans? Of hoe moet dat zien? We hebben nu 5 accelerators in Nederland. 6, ja, 5,5. Eentje is de ene keer wel niet, maar dus om en bij de 6 accelerators. En ja, we hebben elke week dan een Zoom-meeting. Dat gebeurt nu nog via Zoom, maar ik weet niet hoe lang dat nog doorgaat. Maar... Goeie vraag. Dus nee, maar ja, dat is gewoon, ja, weet je, de ene keer zitten er 20 in, de andere keer zitten er 40 in. Dat ligt ook een beetje aan het onderwerp en het tijdstip. Voor ons zijn, ze hebben al wel een verschuiving gemaakt van het tijdvak waar we in de meetings kunnen komen. Maar ja, dan valt het midden onder een werktijd, zeg maar. Dus dan is dat niet altijd even makkelijk om bij de klant te verkopen om te zeggen van, doei, ik ben er even niet. Ik ben van een uur, anderhalf uur in de meeting. Dus, maar gelukkig kunnen we alle meetings ook weer terugkijken. En als nodig is, kunnen we gewoon dezelfde connectie weer leggen. En discussiëren. We hebben een heel uitgebreid Slack channel waar om bij de. Riemer is 86. Ook accelerator? Ja, nou, sinds een maand nu. Op aangeven van Jan. Want Jan bracht het meest ter sprake. En ik dacht, accelerator, wat is dat dan precies? En dus zijn we het hele proces doorgegaan. Of ik door de keuring heen kwam en op een of andere manier is dat gelukt. Het zijn wel leuke keuringen, ja, want de eerste keer, ja. Als je daar, je hebt het gevoel dat je doorgezaagd wordt. Je moet echt alle technieken waarmee je hebt op tafel leggen. Yep. Je moet alles op tafel leggen. Alles? Ja, god, als jij alles op tafel legt. Want natuurlijk nooit sterk genoeg. Ja, dan is de tafel vol. Goed. Hey, top mannen. Maar goed, weet je wat ik me trouwens bedacht? Misschien is het wel leuk om eens een keertje iemand te vragen om mee te doen. Denk je dat kan? Oh, ik kan Andy Fisher wel eens vragen, want die vindt het gruwelijk leuk. Ik denk dat zij daar wel voor te porren is. Zeker, ik, hoor. Ik ga Andy Fisher even vragen. Ja. Super top. Wanneer is de volgende show eigenlijk, Suzanne? 16 juni. 16 juni, toch? Ja. 16 juni. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zie inmiddels dat mijn audio niet synchroon loopt met mijn video. Dus we moeten toch technisch maar eens even wat dingetjes gaan aanpassen. Ik hoop in ieder geval dat jullie er nog wel wat van geleerd hebben. Wij in ieder geval wel als het gaat om video's opnemen. Dat moet beter met geluid.
Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor deze mooie show. Als het goed is, hebben we het redelijk binnen de tijd gedaan. Nou, we zitten op 51 minuten, Suzanne. Beetje uit. Volgens mij. Maar kan het. Heel netjes. Ik heb netjes gedaan, hoor. Daar wordt iedereen dan gelukkig weer blij van. Ja, we gaan afronden. We blijven. Het was in ieder geval goed om jullie te zien. Ik hoop jullie in leven en lijven weer snel te zien. Veel leuker. Echt wel beter geluid. 16 juni. Doei doei. Fijne avond. Fijne avond. Doei. Hey.